hele directie van Fresh Palace. Mama, welkom bij jullie. Welkom in het hotel Fresh Palace. We hebben een extra rode loper uitgerold. Welkom. Ja. Jij wou een keer VIP zijn, toch? Ja, we hebben een rode loper extra uitgerold. Zelfs de paparazzi staat er klaar voor je. Ja. Kijk eens. Ja, maar even, Jij hebt vandaag een kanjerwens. En hoe vond je het tot nu toe? Leuk. Ja. Wat vond je het allerleukst? In de Porsche rijden. In de Porsche rijden. En die staat daar, hè? Ja. Ja. Hij maakt ook heel veel lawaai, of niet? Ja. Kon je dat goed horen als je erin zat? Jawel. Jawel? Ja. En je bent ook in een kart geweest, of niet? Dat je mocht rondrijden zelf. Hoe vond je dat dan? Ook leuk. Ja. En ging je hard? Nee. Nee? Vond je dat zelf of hebben anderen dat gezegd? Ik vond dat zelf. Ja, wou die niet zo hard dat ding? Hadden ze hem een beetje verkeerd afgesteld? Nee. Oh. En volgens mij heb je ook nog lasergamen gedaan. Klopt dat ook? Ja. En hoe vond je dat dan? Ook leuk. Ja. En wat ga je hier in Preston Palace doen? Dat weet ik nog niet. Oeh, een hele grote verrassing, hè? En volgens mij heb jij ook jouw zusje meegenomen en jouw moeder, hè? Waar is jouw zusje? Die zit nog in de auto. Nee hoor, die staat achter je. Oh, daar staat het zusje wel. Wat heb jij een prachtige prinsessenjurk. En hoe heet jij? Mayen. Zo, en jij mag vandaag ook mee en je hebt jouw vriendinnetje meegenomen. En die drie jongens, wie zijn dat? Dat is mijn neefje en dat zijn mijn twee beste vrienden. Ik wil jullie nog even op de foto hebben, dames. Ik wil zo mee zwemmen. Ryan die heeft vandaag een kanjerwensdag van Stichting Kanjerwens. Wij zijn Peter Visser, die hebben wij ontmoet in het ziekenhuis in Leiden, in het LUMC. Ryan was ernstig ziek en hij vrolijkt eigenlijk kinderen op met een kanjerwensdag. Ze komen dan bij je thuis om een wensdag op te halen en gaan ze gewoon met het kind bepraten wat zijn je wensen, wat vind je leuk, heb je idolen. En zo knutselen zij eigenlijk een geweldige dag in elkaar zoals vandaag. En zo kom je bij Preston Palace in Almelo. En zo zitten we hier inderdaad bij Preston Palace in Almelo. Ja, klopt. Om 9 uur denk ik stond er politie, een Porsche in de auto en een grote limousine stond bij ons in de straat. En echt helemaal geweldig. Ja. En een kart die niet hard genoeg ging, nee. Want ja, als je heel hard gereden hebt in een Porsche, dan is een kart natuurlijk er niks bij. Nee, klopt. Dan sta je bijna stil. Ja, ja, inderdaad. Wat denkt u? Heeft u veel plezier vandaag? Hij geniet, ja. Ik zie echt een glimlach op zijn gezicht. En ook op die van zijn zusje. Zijn zusje die, heeft er toch een beetje naast gehangen de afgelopen jaren. Omdat, ja, hij is natuurlijk ernstig ziek geweest. En zij is ook flink in het zonnetje gezet vandaag. Mooi, dubbelop dus. Dubbelop, ja. En als zij genieten, genieten wij ook.